Het is overigens zeer leuk om op de camera te mogen zo te zien. Het zijn huisjes gebouwd door de Zweden, waar de mensen, vluchtelingen, hierin wonen. Wat we hier zitten zijn dus twee van ons die weggaan. Net het gips eraf gehaald. Ze nemen dus afscheid. Ze hebben denk ik weer de nodige slidefiets op. Heel lachie te kotsen, man. Hebben jullie wat gehad of niet? Nee, ja, we hebben gewoon drinken gehad. Met hun? Nee. Ik hoor dat het vijf komen. Opschroom hier 7,25. Hier 7,25. Adjudanten achterin zitten. Dat doen we dus niet voor niks. We hebben hier ook sliedenbrietjes gehad of niet? Nee, wij drinken in sliedenbrietjes. Oranje hebben we gehad. We hebben oranje gehad. Oranje. Is het vroeg nog niet gegeten? Ja, dat vind je gek. Hey! Wow! Het is hier een beetje slecht begaanbaar terrein, maar des te leuker. Komt hij dan voor de adjudant? Het is wel four-wheel drive hoor. Nog eentje. Aan het stuur is Hans Dame. Beter kan je het niet.
natuur op deze bond van even die splitte vandaag verbonden van maand op maand aan het project. Dat het allemaal zo beperkt overkomt, dat komt gewoon omdat de weg zo slecht is. Door de alcohol nu wel. Popsdom hier 7-2 Hotel 5 over. Popsdom hier 7-2 Hotel 5 over. Rollen! Van de Swedish Shell en dan Prototje aan weer. Ja, ze willen wel terug, maar dat heet het direct. Thuiskomen ligt zowel ieder petje van ons de post al onder andere aangekomen.
Ja, de convoy is binnen, net. De convoy is binnen. Niet zo lang, nog een half uur. Oi, oi, oi. Hey, auto. Is toch gewoon schitterend deze weg? Ja, prachtig, joh. Hey. Ja, maar dat je door film of foto, je krijgt het nooit in één beeld te zien en terwijl je zelf ziet. Dat vind ik zo zonde. Dit is een overzicht over ja, zowat onderhand de hele enclave. Dan ben dan krijg je dan nog eens wat, maar als soldaat chauffeur zijn, is het een hopeloze rotzooi hier. Als je dat dan soldaat, hè? Ja, ik vind het wel leuk dat ze iedereen wil geven. U film, Huh? Iets aan de rechterkant. Wat zeg je? Die kinderen. Ja, dit vind ik wel.
60. Is dat hier? Volgens mij wel, ja. Wat u hier ziet is dus Srebrenica van bovenaf. Schitterend hier. Die ziet echt een schitterend uitzicht. Ik probeer zoveel mogelijk op de video te geven. Nou. Hey. Ah. Ja, kom direct. Nou, wat ik nou inzoom is dus het Turks fort, maar dan mag ik niet te lang filmen. Ik zal ook een foto van dit. Zoals dus houten. Uit de bergen naar beneden. Om het vervolgens weer in de kachel te kleuren en op te stoken. Maar dat beneden is echt zo omdat het heel warm is. Het is nu wat koeler en zoals je ziet, ja, veel meer mensen op straat. Het schiet even niet op, want ja, dat paard heeft maar 1 pk en ik heb er iets meer. Ja. En zodoende. Compound. Ik wil hem dan maar een klein stukje om te laten zien dat er maar zat mensen. Die vrouw in de handen heeft zijn de tabaksbladeren. Die zijn nou overal aan het drogen zijn. Het normale straatbeeld van Srebrenica als het wat koeler is. Echt, de mensen lopen wat ze doen, dat weet ik zelf ook niet. Dat zullen zelf ook niet, denk ik, maar ja, vooruit.
auto rijden.